De strijd om plek 4 tussen HHC in het oranje en GVV in het blauw en wit. HHC heeft 1 punt achterstand op de Veenendalers, maar willen dat goed maken. De eerste kans van de wedstrijd is een grote kans. Alleen Dias Nezazi krijgt hem er niet in. De redding is van doelman Johan Jansen. Ter Schegert zijn 250ste wedstrijd voor GVV. En de kopbal is van Hulsbos. De redding prima van Nijland. Veel publiek op deze bevrijdingsdag in Hardenberg, waar het altijd goed toeven is. Goeie actie, prachtig schot. En dan Hemmink die de felicitaties krijgt, maar de redding was er wel. Hele belangrijke man, Hemmink. Nu weer balbezit voor de ploeg. En dan de valpartij, Hens, Tapelles voor Hens. Maar Van der Leij is slim, heel slim dat hij doorgaat. Daar is de 1-0 voor HHC. Daar het appel van Hens. Bal blijft raar liggen bij Hulsbos. Van der Leij gaat door. En dan is Jansen geslagen en is de ruststand dus 1-0 voor HHC. Dat Vrolijk blijft doorcombineren. Dat de druk op de wedstrijd houdt. En dat vooral de duels echt wil uitvechten tegen GVV. Van der Leij als Hulsbos finaal miszit, mag hij zijn tweede van de wedstrijd maken. En dan in de 72ste minuut tekent hij de 0-2 aan voor HHC Hardenberg. Winst voor HHC en verlies voor Nico Oosterlee en GVV.